Hey en welkom bij de Julie's Lifestyle Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van de Kerkhoven, plant-powered chef en auteur en breng je op dinsdag tips, inspiratie en persoonlijke ervaringen over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. Hey, hey, hier zijn we weer met een nieuwe podcast. En vandaag heb ik een heel speciale gasten. Ik heb dokter en auteur Jutta, want het wordt Jutta uitgesproken, niet Jutta. Jutta Borms te gast. Al op jonge leeftijd was ze zich van bewust dat geneeskunde veel meer is dan alleen een ziekte genezen. Door een ongelukkig toeval, want ik geloof persoonlijk niet in toeval, een auto-ongeluk en een daarop aanslepende whiplash kwam ze in contact met biopunctuur en neuraaltherapie. En dat was eigenlijk het begin van een niet te stillen honger naar kennis over holistische geneeskunde. Jutta is niet alleen een klassiek getraind dokter, maar is ook onderbouwd in een heleboel, in onder andere Ayurvedische en Chinese geneeskunde, in ortomoleculaire geneeskunde, kinesiologie, klinische homeopathie, fytotherapie en esthetische geneeskunde. Jutta runde gedurende meerdere jaren een medische holistische groepspraktijk in het landelijke Tielrode, maar intussen werkt ze opnieuw solo en stuurt ze liefst door naar collega's en andere therapeuten die eveneens holistisch werken. Daarnaast is Jutta ook sinds 2014 gepassioneerd door yoga, meditatie en ademhalingstechnieken. Ze organiseert medische yoga-weekends en workshops in binnen- en buitenland en schreef inmiddels 3 boeken erover. Met Hilde de Baardemaker en Evi Hansen schreef ze samen nog 9 minuten inspiratie voor meditatie en ook meditatie voor kinderen. Gebaseerd op een gezamenlijke podcastreeks Nog 9 Minuten. Je kent Jutta misschien ook nog uit een ver verleden als winnares van Expeditie Robinson. Dat herinner ik me nog goed. Dank je, Jutta. Ja, vandaag ga ik met Jutta in gesprek over haar boeken Word je eigen dokter. Jouw lichaam is de perfecte wegwijzer om te genezen. En Na de crash, een arts over de holistische aanpak van haar eigen burn-out. Een hele mond vol. Welkom, Jutta. Dankjewel, Julie. Laten we meteen beginnen met eerst even te schetsen wat jouw persoonlijk verhaal is. Voor mensen die jou nog niet kennen of die je wel kennen van gezicht, maar nog niet echt het verhaal achter jou. Want ik merk dat steeds meer mensen kampen met burn-out. Er wordt ook steeds meer over geschreven, er wordt meer over gepraat. Kan je misschien eerst iets meer delen over jouw persoonlijke verhaal? Hoe dat je zelf in een burn-out bent terechtgekomen en hoe dat je er ook bent uitgeraakt? Of dat je het meer in balans hebt gebracht, als ik het zo kan zeggen? Ja, dat is natuurlijk een lang verhaal. Hè? Ach, je weet niet hoeveel tijd we hebben. Maar ja, hoe geraak je in een burn-out? Het is eigenlijk, burn-out is een lange termijns probleem. En het is ook iets dat niet overnight ontstaan is. Eigenlijk besef je dat pas als dat al te laat is. En je moet ook weten, als arts zie je zoveel mensen zelf en begeleid je zoveel mensen, dat je dat haast niet durft te vertellen dat je in een burn-out zit. Dus bij mij heeft dat proces echt lang geduurd voordat ik dat voor mezelf en mijn omgeving kon toegeven dat ik zover zat. Ik denk dat dat geleidelijk ontstaan is. Vooral met, denk ik, professionele dingen die niet echt volledig afgestemd zijn op wie dat je bent. Ook privé. De onmogelijkheid om nee te zeggen. Hè? Dus je grenzen af te bakenen. Mm-hmm. Waar volgens mij veel gevoelige of ooggevoelige mensen, en ook niet alleen gevoelige mensen, maar ook iedereen mee te kampen krijgt. En dus ook daarbijgaand please-gedrag. Hè? Dus ik had ook ik ben dan geëvolueerd naar een groepspraktijk. Ik wilde dan een heel grote woning op dat moment. En ik wilde heel graag een kindje. En dus al die factoren kwamen samen.
En ik denk dat dat eigenlijk bijna onmenselijk was. Wat je dan op dat moment allemaal wil. Zo, je wilt al die ballen tegelijk in de lucht houden. En je wilt vooral de perfecte moeder zijn, de perfecte collega, de perfecte vriendin. Maar dat gaat gewoon eigenlijk niet. Ja. En daar zit dan ook heel vaak zo'n schuldgevoel onder. Dat je het dan eigenlijk voor niemand niet meer goed kunt doen. Dus dat extreme gedrag zo wel wat. En het is niet alleen lichamelijk dat je dan uitgeput geraakt, maar pas achteraf besef je eigenlijk dat er heel veel patronen en gewoontes onder zitten vanuit je eigen opvoeding. Maken dat je eigenlijk ja, vanaf het begin al, voordat je begint te werken of in een relatie zit, dat je eigenlijk al bijna afstevend op chronische vermoeidheid. Ja. Dus ja, het was eigenlijk. Het was, ik denk, een samenloop van omstandigheden, maar ik denk dat sommige mensen dat gewoon dienen mee te maken, om dan nadien veel meer bewust te worden natuurlijk van hoe dat je het nu wel wilt. Ja. Dus ik denk in essentie, achteraf bekeken, is dat vooral dat je niet goed weet wie dat je zelf bent en wat je behoeftes zijn. En dat lijkt dan al meer op coaching dan op echt geneeskunde, maar dat is de basis van alles. En hoe dat je daaraan uitgeraakt, is eveneens een lange termijns gebeuren. Mensen denken vaak dat je daarmee een quick fix van afgeraakt. En dat is vaak zo de, ja, een beetje de ijdele hoop, zou ik maar zeggen, van veel mensen, omdat ze ongeduldig zijn. Ja. Het is net iets waarbij je veel geduld dient voor jezelf op te brengen. En veel tijd en ook inspanning. Het is ook vaak Ja. innerlijk werk en durven kijken. Eerlijk, echt eerlijk durven kijken van wat heeft mij nu eigenlijk ziek gemaakt. Ja, het klinkt heel herkenbaar, want ik ga een beetje door een gelijkaardig proces. Ik heb natuurlijk heel mijn zoektocht naar wat is nu gezonde voeding voor mijn lichaam, is begonnen vanuit chronische vermoeidheid. Dus ik spreek nu wel al over 12 jaar terug. En ik merk dat ik nu pas beter begin te weten waar ik mijn grenzen moet aangeven. Want inderdaad, het is een samenvloeiing van je kindertijd, wat heb je gehoord? Je hart, bijvoorbeeld van mijn moederskant, was dat vanuit een landbouwersfamilie. Moet hard werken, moet altijd aan het werk zijn. Absoluut. Als je niet aan het werk bent, dan krijg je bijna een schuldgevoel. Ja. Ja, en dan zijn er nog een aantal factoren, maar ook dat people-pleasing. Goed willen doen voor iedereen, maar jezelf er een beetje in verliezen. Dus het was Het is voor zo mij. herkenbaar, hè? Ja. Heel veel mensen. Ik heb zoveel, veel, veel reacties gekregen van mensen die zeggen, en die al. Die zeiden, ik ben echt beginnen huilen bij je persoonlijk verhaal, want het is zo herkenbaar. Het is bijna exact hetzelfde. Ja. En net dan, die kwetsbaarheid dat je nu ook aangeeft, daar zit ook heel veel kracht in. Als je dat kan herkennen en zien van waar dat komt. Maar met het alleen maar te zien, zijn we vaak al één. Dat is al heel een groot stuk van de heling. Maar dan nog is dat ook een verhaal met vallen en opstaan. En Ja. Ik denk ook echt, hè, dat we zo onze ouders, allee, je bent nog een stukje jonger dan mij, maar onze ouders die kwamen uit die postoorlogperiode, waar dat inderdaad noeste arbeid, werken. En als je nog maar 2 minuten ging zitten, dan waren ze eigenlijk lui. Hè? Ja. En er zijn zoveel overtuigingen die pas achteraf, als je een keer echt de stilte en de rust neemt, om daar naar te kijken. Dan pas heb je dat eigenlijk pas. Allee, dan heb je dat door. Ja. Maar dat is vaak, hè. We krijgen vaak, of we nemen vaak de tijd niet om echt in die stilte te gaan. Hè. Nee, dat is waar. En dat vind ik, blijf ik een uitdaging vinden in onze maatschappij, waarbij dat er verwacht wordt dat je maar blijft meedraaien. Absoluut. En als je daar dan zegt van, ik ga een keer een stapje achteruit nemen, dan is dat een samenvloeisel van een schuldgevoel of zelf angstig van, oei, oei, is dat wel veilig? Absoluut. Ja. Absoluut. Heel herkenbaar, hè? Ja, heel herkenbaar, inderdaad. Ja. Nu, voordat we dieper ingaan op de symptomen van een burn-out, hoe dat mensen kunnen te weten komen of dat ze überhaupt een burn-out hebben, want ik heb soms het gevoel dat tegenwoordig alles burn-out wordt genoemd. Ja.
Hoe heb jij het ervaren in jouw verhaal naar de mensen om jou heen? Waren zij begripvol voor hetgeen waar je doorging? Of hadden ze toch ook wel hun oordeel klaar? Ja, er was veel oordeel, hè. Ja. Er was veel oordeel, er was ongeloof. Dat is allemaal zo erg toch niet. En slaap een keer een weekje. En dat hoor ik ook heel vaak bij mijn patiënten, die dan van andere artsen komen. Of van controleartsen, die dan vaak nog niet echt in de praktijk gestaan hebben. Dus dat is dan nog niet eens empirisch. Hè? Dus die zeggen, ja, maar allee, dat kan toch niet. Ik heb het strafst dat ik ooit heb meegemaakt, was een arts die zei, ja, maar mijn moeder is ook vorige week gestorven. En denk jij dat ik hier nu niet meer moet werken? Dat was toch een van de strafste dingen dat ik gehoord had. Ja. Dus er is veel ongeloof. En dat zorgt dan ook weer voor, ja, voor dat diep verdriet dat daar rond zit. Want daar is al enorm veel schuldgevoel rond. Hè? Want je wilt dat eigenlijk ook niet. Maar je kunt daar op dat moment, ja, kun je daar bijna zelf niet uit geraken. Hè? Dus het mooie, denk ik, aan mijn verhaal is dat ik dat één, als arts heb ondervonden met veel patiënten. En dan dat ik dat zelf volledig heb ervaren. En ik denk in alle eerlijkheid dat mensen die geen burn-out hebben doorgemaakt, dat ze de draagwijdte daar echt niet van kunnen begrijpen. En een burn-out is natuurlijk iets anders dan iemand die overspannen is. Dus daar zit ook wel een beetje het verschil. Want inderdaad, nu zie je of hoor je dat bijna iedereen in een burn-out zit. En we zullen daar misschien later meer over hebben. Meten is weten. Dus Ja. we gaan dat dan ook in de bloedanalyses gaan nakijken. Ja. Enerzijds is het verhaal belangrijk en anderzijds kan je ook wel effectief zien, want er zijn verschillende stadia. Hè? Dus graad 1, 2, 3. En Ja. graad 3 is echt dat je niet meer kan en dat ook in die bloedwaarden, die cortisolwaarden, extreem laag zijn. Ja. Dus Mijn dat is. cortisol stond extreem laag. Ja, voilà. Dus Ja. eigenlijk is dat dan echt een solide burn-out, dat we zeggen. Dus dan zit je er al in. En dan is het uiteraard ook moeilijker om daaruit te geraken, omdat je dan niet alleen het fysieke dient aan te pakken, en ook vaak de voeding. Ik ben zo blij, Julie, dat je dat zegt. Want veel mensen kwamen bij mij in de praktijk en zeiden, ja, en ik gaf hen dan ook wat informatie over de voeding, maar daar konden eigenlijk niks meer aan veranderen, want die deden dat al perfect ook weer. Dat was eigenlijk goed, omdat dat één stuk is dat je echt kan aanpakken. En dat geeft 20, 30% al winst in het hele helingsproces, maar niet voldoende. Want dan Nee. zie je dat mensen hervallen. Ja, ze recidiveren omdat ze het diepliggend patroon, de echte wortel van het probleem, is niet aangepakt. En dat is dan weer zo mooi dat je dat holistisch gaat bekijken en niet alleen puur klassiek. Nee, dat is waar. En wat mij persoonlijk al geholpen heeft, want ik zit nu nog in het proces, zijn familieopstellingen. Om echt ook die patroon uit je familie, maar ook je eigen bijna mentale blokkades of valkuilen, je er gewoon al bewust van te worden, zodat je dan ook weet op het moment van, ik ben hier weer over mijn grenzen aan het gaan, dat je bijna geleefd wordt in plaats van dat je zelf kiest wat dat je pad is. Om mij daar dan niet schuldig over te voelen, maar om te beseffen van mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is eerst te zorgen dat ik mezelf goed voel en dan kan ik dat ook meer uitdragen naar de wereld. Dan gaan mensen daar meer mee geholpen zijn in plaats van, oké, dan neem ik er ook nog bij, want die persoon of die persoon wil dat. En dan zijn ze om duur zo gelijk een vod op het einde van een dag. En dan, dat is ook zo contradictorisch, want dan sta ik zelf voor als voorbeeld van energie en gezondheid. En dan denk je van, ja, maar je zorgt eerst niet voor jezelf, maar je wil dan wel anderen gaan inspireren. Dus alles hangt samen. Hè. Dat is zo mooi dat je dat zegt en dat je dat ook hebt meegemaakt. Dat is ook heel inspirerend, want ik inspireer ook heel veel mensen als arts zijnde. En ik heb duizenden mensen en consultaties gedaan. Dus je bent natuurlijk de veilige haven en de hoop voor veel mensen. Dus daarin moet je soms ook echt mensen teleurstellen. En dat is het laatste wat je dan vanuit je essentie of je persoonlijkheid moet doen. Want je hebt dat beroep niet voor niks gekozen. Je wilt eigenlijk heel graag mensen helpen.
Maar ook daar ligt een onderliggend patroon. Waarom wilt je zo graag mensen helpen? Hè? Ja. Vaak is dat ook, hè? We willen mensen redden, maar we hebben geen idee van dat we eerst onszelf dienen te redden. Als kindje had ik het gevoel dat de wereld in mijn rugzak zat en dat ik de wereld moest redden. Ja, en dragen, hè? Ja. Dat is de reden waarom zoveel mensen rugklachten hebben. Ze dragen letterlijk de wereld en het leed van de wereld op een hele zware rugzak dat dan altijd maar, ja, ofwel naar voren valt op je Ja. neus, ofwel naar achter en je krijgt overal klachten. Hè. Het is Ja. heel mooi als je het dan, ja, het is eigenlijk alles wat we meemaken is ook een beetje een cadeau. Alhoewel dat veel mensen dan op hun achterste poten gaan staan en zelf ook, want natuurlijk op het moment dat je dat meemaakt, is dat echt wel de hel. En mensen zien altijd natuurlijk het mooie en kijk dit en dat. En ze zien op Instagram en bij jou ook. Kijk eens Ja. zo boeken en alles is mooi daar rond. Maar ze zien ook vaak niet dat daar ook, ja, dat er ook wel bij mij ook pijn en serieus wat leed aan gepaard gegaan is om tot die inzichten te komen. Dat is waar. En dat is iets waar ik nu ook bewust meer wil open over spreken, omdat ik vaak het gevoel heb dat mensen nu ook op hun voetstuk plaatsen en ze hebben een bepaald beeld van jou, dat je natuurlijk ook ergens zelf gecreëerd hebt. En nu vind ik, het is voor mij de tijd om beide kanten te laten zien. Zowel die energieke kant, want ik heb heel veel energie en ik doe mijn werk heel graag, maar ook de moeilijkere processen waar ik zelf doorga. Dat is mooi dat je dat ook zegt, want het is ook vaak iets dat we heel graag doen. Dus in dat opzicht kan het wel zijn dat een job dat je heel graag doet, dat dat toch ook wel extreem vermoeiend is, omdat je daar ook te ver in gaat, hè? Ja. Ik deed mijn job ook super graag, altijd. Dus op dat moment is dat ook echt zo van, hoe komt dat nu? En op het moment dat je zelf een burn-out hebt, dat alles als een kaartenhuisje in elkaar valt, dan heb je zoiets van, allee, hoe komt dat dat ik dat heb zo ver laten komen? En ik weet dan ook dat ik tegen vriendinnen echt zei van, als je niet komt met een fijn, leuk verhaal, dan wil ik gewoon even niet dat je komt, omdat je had al zoveel, hè, professioneel slechte of moeilijke of ja, verhalen van mensen die zich aan je optrekken, dat je dat er gewoon niet meer kunt bijnemen. En ik weet nog dat ik zei, van ik wil nooit geen dokter meer zijn. Jamais de ma vie. Ja. Tot op het moment dat je echt die diepe, diepe rust voor jezelf toelaat. En dan in die diepte echt gaat te weten komen van, ja, maar wacht eens even. Eigenlijk ben ik echt wel een heler. Dat is wie ik ben. Ja. En dat is echt wat ik wil doen. Mensen inspireren. Maar op een andere manier natuurlijk. Ja. Veel meer zorg voor jezelf. En zorgen dat, je kan het een beetje zien, vind ik, als verschillende emmertjes. Dat de ene emmer vol is, zodat je genoeg energie hebt om anderen te helpen. Maar ook zorgen dat de andere emmer, met bijvoorbeeld meer de moeilijkheden van anderen, meer de zwaarte, dat die niet te vol is. Want inderdaad, als die emmer te vol is, dan kan je gewoon niet meer, hè. En ik denk dat dat wel de uitdaging is van ons beroep. Omdat we inderdaad zoveel mogelijk mensen willen helpen. Maar om nu terug te komen naar burn-out in het algemeen. Want je sprak inderdaad over die verschillende fases. Voor mensen die denken, ik denk dat ik een burn-out heb, maar ik ben het niet zeker. Of kan je ergens schetsen van wat zijn de symptomen en hoe begint zoiets vaak en hoe evolueert dat dan? Want ik vond het heel mooi uitgelegd in je boek, die verschillende fases, zodat je van oranje, code rood, dat zo evolueert. En om beter ook te weten van, hoe kan ik het herkennen bij mezelf? Maar eerst en vooral denk ik ook dat mensen die zeggen van, misschien zit ik daar wel in, dat die vaak al veel verder zitten. Ja. Dat is toch ook wel wat ik vaak zie, want voordat je daarmee naar buiten komt, ja, dat is nog altijd een beetje een taboe, heb ik de indruk, toch? Zo? Ja. En nu is dat gewoon inderdaad bespreekbaarder gemaakt, hè? Maar veel mensen komen daar niet graag mee naar buiten, natuurlijk. En zeker ook mannen niet. Ik denk dat dat bij mannen echt ook zeker in bedrijven
aan de orde is, maar dat daar gewoon niet over gesproken wordt. Wordt gezien als zwak of ja, ja. mislukking of... Ja. Ja, absoluut. Een soort van falen. Hè. Ja. We mogen in ons hoofd mogen we zelf al niet falen. Laat staan dat iemand anders ons daar dan over beoordeelt. Ja. Maar dus... Ja, ik denk sowieso, zoals ik al zei, hè, meten is weten. Ga sowieso in eerste instantie al eens naar een arts. Natuurlijk daarin... Ja. Zonder daar oordeel over te vellen... Ja, natuurlijk ben ik voorstander dat mensen gaan naar iemand die een bredere visie heeft, holistisch. Maar daar wringt het schoentje al een beetje in België. We moeten daar eerlijk over zijn. En dat is ook de reden, we zijn als arts, als holistisch zijnde arts, niet echt ondersteund. Want meermaals worden we dan als kwakzalver of zo, dat is toch ook in de mond genomen geweest, spijtig genoeg. Terwijl we hebben toch een mooie opleiding van klassieke geneeskunde gedaan. En Ja. daarna eigenlijk nog veel verder gaan zoeken. Dus dat holistisch gaan bekijken. Dus dat is belangrijk. Er zijn niet zoveel holistische artsen. En alle mensen die ik ken, die holistisch arts zijn, zijn op den duur ofwel gestopt, ofwel zijn ze ziek geworden, zijn gestorven, of ze zijn gevlucht naar het buitenland. Dus dat mag wel ook een keer gezegd worden. Ja. Trouwens, alle artsen, ik heb dan wel nog in een groepspraktijk gewerkt, met een heel aantal artsen heb ik opgeleid. En die artsen zijn ook allemaal al gewoon, die hebben een patiëntenstop, want die kunnen niemand niet meer bijzien. Dus daar begint het Ja. ook al, hè, dat Ja. als arts niet zo evident is. Maar als je al een arts neemt, daarom niet gespecialiseerd in holistische geneeskunde of in burn-out, maar gewoon iemand waar je veilig bij voelt en waar je het gevoel hebt van, oké, die zal mij dan misschien wel naar de juiste personen doorverwijzen. Dan zit je eigenlijk wel al goed, vind ik. Ja. En dan wordt er ook ja, enerzijds naar dat verhaal geluisterd. En is dat iets dat al langere tijd bestaat? Ja, dan heeft dat veel meer kans om echt een burn-out te zijn. Eigenlijk hoor ik binnen de 20 à 25 minuten meteen of dat mensen waar dat ze ergens zitten in hun burn-out verhaal. En dan kan het zijn, oké, je hebt het begin, het midden of het einde. Ja. En daarin kan ik soms gaan zeggen van oké, we gaan wat differentiëren, we gaan ook meten in het bloed hoe dat die cortisolwaarde is. Een cortisolwaarde is natuurlijk een vluchtig gegeven ook, omdat dat van de ene op de andere dag ook wel wat kan variëren. Dus Oké. dat wordt dan onmiddellijk door klassieke geneeskunde gezegd, ja, maar oh, dat is een momentopname. Maar uiteindelijk, als je de tijd neemt als arts om te luisteren naar dat verhaal, dan weet je eigenlijk alleen al met de woorden van de die de mensen gebruiken, weet je eigenlijk al meteen hoe ver dat gesteld is. En die symptomen zijn natuurlijk allemaal quasi dezelfde, alleen worden die intenser naarmate dat een burn-out solider wordt. Hè? Of als diagnose wordt aangetoond. Dus ja, al die symptomen van chronisch vermoeid, 's morgens niet meer uit je bed geraken, moeite hebben om je werk te doen, niet alleen als professioneel, maar ook gewoon als mama, vaak. Ja. En daar is het ook natuurlijk, we hebben als mama ook vaak... Vroeger waren we gewoon soms de mama aan de haard. En nu hebben we soms 3, 4 jobs tegelijk. Hè? Dat is bij ons als ondernemer, is dat eigenlijk zoal. Wat is dan nog? Spierpijnen, gewrichtspijnen. Al die andere diagnoses zoals fibromyalgie. Waar nog allemaal hyperventilatie. Dat zit allemaal een beetje in diezelfde pot zo. Ja. Hè? Ja, CVS, hè, chronische vermoeidheid. Wat heb je daar dan nog? Maar vooral ook zo, ja, angst, paniekaanvallen. Komt ook vaak voor. Maar ook vaak mensen die gewoon in één keer constant ziek zijn. Hè? Ja. Zijn. En ze geraken dan ook een beetje in een vicieuze cirkel, omdat er dan... Ja, er wordt klassiek naar gekeken, wordt medicatie gegeven, blijft even thuis. Maar het probleem zit veel dieper dan dat, hè. Dus dat is echt... Ik stel mij soms de vraag als arts... Ik heb ook zo gewerkt, pas op. Van een kwartier per persoon. Dan dacht ik, ja, 20 minuten per persoon nemen. Of een half uur. En nu, ja, nu zei ik aan de mensen, kom maar. Ik luister naar jullie verhaal. En dan nadien gaan we
gaan we echt een stappenplan of kijken hoe gaan we dat je nu aanpakken. Ja. Andere symptomen, we hebben nog allemaal chronische hoofdpijn. Eigenlijk al die chronische keelpijn. Het is vaak chronische klachten, belletje doen rinkelen, burn-out. Ja. Dat ook vaak. Oké. Dat is heel herkenbaar. Als tiener had ik al last van paniekaanvallen. Daar ben ik gelukkig al lang... Allee, heb ik geen last meer van. Maar heb jij de indruk dat dat ook... Want bij mij was dat het geval. Dat was, denk ik, vooral door... Enerzijds dingen die in mijn kindertijd waren gebeurd die ik nog niet verwerkt had. Maar anderzijds ook echt... ben echt een perfectionist. Dat zit er al altijd in, van heel jong. Denk je dat veel mensen in een burn-out terechtkomen omwille van perfectionisme, willen goed doen voor iedereen, ook die faalangst, dat dat een heel belangrijke factor is? Tuurlijk, ja, absoluut. Ik heb dat ook in mijn boek geschreven. Er is hier trouwens een van de boeken, Mark Hendricks, denk ik, die een boek daar ook over geschreven heeft. En toen zijn er ook heel veel puzzelstukjes bij mij ook in elkaar gekomen. En je kan wel zeggen, ik ben al heel mijn leven perfectionistisch, maar we zijn dat eigenlijk niet. We worden dat omdat we net willen... we willen eigenlijk gezien worden. We willen gehoord worden in onze essentie, wie dat we echt zijn. En als dat niet is, dan komen we een soort van overlevingsmechanisme, waarbij we op jonge leeftijd eigenlijk al gaan dat please-gedrag vertonen. Ja. En gaan alles perfect doen om zoveel mogelijk... Het zijn vaak ook kindjes, en ik herken dat bij mezelf ook. Ja, een moeder en een vader die heel druk bezig waren. En op den duur loopt dat altijd op de toppen van je teentjes. Ja. Want als er iets valt... Hè, dus dat gaat echt naar de... Ja, naar vroeger. Hoe dat je please-gedrag ontwikkelt. Omdat je als kind en als ziel... Ja, ik kan niet beter zeggen, niet echt gezien wordt. Maar we zijn niet perfectionistisch. We hebben dat perfectionistisch gedrag aangeleerd gekregen. Ja, ja, ja. Onszelf aangeleerd om te overleven. Hm. En er zit dus eigenlijk al van kinds af aan een soort van overlevingsmechanisme binnen onszelf. Dat we uiteindelijk, als we ouder worden, gaan we dat constant beginnen inzetten. En zeker als er wat meer stress komt. Want dan is er overal gevaar. Of... Ja. Onveiligheid. Dan komt bij mij de controledrang naar boven. Van als ik mijn werk goed gedaan heb en ik heb dat onder controle, oké, dan ben ik veilig. Maar dat is zo mooi dat je dat zegt, want we hebben dat allemaal wat. Hè, als we dat hebben meegemaakt, ik heb het natuurlijk ook meegemaakt. Als dit, dan dat. Ja, en zeker ook dus dat... Dat controlegedrag, hè. Ik had dat ook echt enorm... Maar je kunt niet... Dus dat is het net, hè. Je kunt niet alles controleren. En dan, om even een spin-off te maken, door yoga-opleiding te doen, besef je dat... dan kom je eigenlijk pas tot besef dat je niks onder controle kunt... Allee, je hebt wel een aantal zaken waar je controle over kunt hebben, maar het leven is één grote verandering. Ja. En het is vooral, hoe leer je omgaan met die verandering? En dat is ons nooit aangeleerd door onze ouders. Hadden ze er überhaupt tijd voor? Ze hadden het misschien zelfs ook niet geweten. Mm-hmm. Dus het is het is echt een proces naar meer zelfliefde, meer zelfzorg. Die grenzen, die er ook niet geweest zijn. Nee. Hè, dat leren voor jezelf, waar is die grens? Niet zo simpel. Ik heb dat ook door yoga en door bodywork. Hè, van, ik voel echt van, oké, als je nu dichterbij komt, zit je eigenlijk al in mijn veld. Ja. Wie leert dat? Dat zouden ze op school allemaal mogen leren natuurlijk. Maar ja. Ik ging het net zeggen, hoe mooi zou dat zijn als dat op school of door bewustere ouders al wordt meegegeven. Oh, dat is prachtig. Ja, hè? Ik bekijk het ook graag van... Iets meer omhoog, zeg maar, maatschappelijk, waarbij dat ik echt de indruk heb dat we
In die rat race, zeker in het Westen, in die constante mannelijke energie van nog meer, nog harder gaan, blijven bouwen aan. Het is precies nooit genoeg. En dan behaal je weer je doel. En dan weer op naar het volgende. Terwijl dat we een beetje die... Ik weet niet of ik het zo kan noemen, maar die vrouwelijke energie van eb en vloed. Van naar voren, maar dan ook een keer een stapje naar achter nemen. Naar binnen keren. Dat we dat een beetje kwijt zijn in het Westen hier. Absoluut. En dat is eigenlijk pas de laatste 100 jaar. Hè? Want dat is vooral met de industrialisering. En dat heeft natuurlijk veel voordelen gebracht. Maar ook als je bekijkt nu met de gsm's en de... Alles is digitaal en alles, de kinderen zitten, gaan niet meer spelen in de velden, hè, zoals wij nog vroeger deden. Maar was allemaal met een gsm en die zitten allemaal te tokkelen op hun gsm. Ja. Dus dat is veranderd, dat is allemaal veel sneller geworden. Vandaar, ik zie ook heel vaak dyslexie en dyscalculie. Heb ik in één keer ook het inzicht gekregen dat dat is bij kinderen... Die vaak gewoon, pardon, in die snelheid worden meegezogen. Ja. En die dienen eigenlijk hun eigen ritme, een natuurlijke ritme te gaan handhaven. En dat is moeilijk, hè, in een onderwijssysteem waar het allemaal snel dient te gaan. Ja. En heb je de indruk dat er bij kinderen steeds jonger ook burn-out voorkomt? Absoluut. Ja, absoluut. Ik heb nu jonge meisjes ook die 17, 18 jaar, die eigenlijk, of mensen die het al hebben meegemaakt en die zeggen van, ja, op mijn 17, 18 had ik al een burn-out. Ja. Dus het is Amai. sneller en sneller. Dus het is ook wel, ja, ik ben ook wel dankbaar dat het een onderwerp is dat meer en meer in de picture komt, want het is... Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat vroeger waarschijnlijk ook al wel misschien bestond, maar toch met de opkomst van computers Ja. en gsm's heeft dat toch wel een exponentiële groei gemaakt. Ja, vroeger we hadden een vaste telefoon, Ja. de post. Als Ja. mensen ons wilden bereiken, dan belde je ofwel naar die vaste telefoon, maar was je niet thuis, oké, je bent onbereikbaar. Wou je een brief schrijven? Hey, zo ging dat, veel trager. Maar nu, 24 op 24, zijn we bijna bereikbaar. Allee, ik zet mijn gsm altijd op vliegtuigmodus. Maar mensen verwachten op den duur ook dat je er altijd staat. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat we zodanig overprikkeld zijn. En er komt zodanig veel op ons af. De noden van alles en iedereen. En als je dan een beetje mijn karakter hebt van de people pleaser en ja, mensen willen helpen, dan is het inderdaad super belangrijk dat je leert om je eigen grenzen ja, aan te geven, want het gaat niemand voor jou doen, hè. Nee, ik ben ook heel blij dat je dat op die manier zegt, want er bestaat ook zoiets als... er is zo wel hoe zou ik het zeggen? Een klantenattitude ook een beetje gekomen met mensen die naar de dokter gaan en die effectief zeggen van, wilt u dat voor mij voorschrijven? En, want ik heb dat en dat en dat. Dus help mij. Ja. Help mij. En het is heel, heel belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen in dat proces. Ja, want ik hoor jou ook zeggen van, mensen verwachten bijna. En ik herken dat. Ik herken ook heel jouw verhaal. Want het is natuurlijk super gelijklopend ook dan. Bij alle mensen die burn-out gehad hebben. Het is altijd dat please-gedrag. Geen grenzen voldoende kunnen zetten. Schuldgevoel, niet goed genoeg. Hè? Het is vaak niet goed genoeg voor jezelf. Voor jezelf. Ja. Dus dat komt uit een onderliggend zelfbeeld dat vaak niet krachtig genoeg geworden is in de opvoeding. Ja. Het is vaak dat, hè, want we denken dat andere mensen ook veel van ons verwachten, maar dat is ook weer een gedachte van onszelf. Dat is iets wat je denkt. En ik denk ook als je die energie gaat veranderen, dat je dan ook minder mensen gaat aantrekken die je bijvoorbeeld gaan verwijten dat je niet aanwezig bent. Als ik zie van waar ik kom met mijn patiënten,
ik spreek nu over 20 jaar geleden al ondertussen, die zei, als ik een keer een dag op vakantie ging, dan zei die, allee, je gaat ons in de steek laten. En dan kwam er zo'n viscerale reactie van mij. Maar ik zweeg of ik zorgde dat ik dan uiteindelijk nog meer ging compenseren om die toch wel het gevoel te geven dat die zich niet in de steek gelaten voelden. Naar nu ja, zijn de mensen die zeggen van, wat, doe dat maar. Wat, neem maar wat tijd voor jezelf. Ja, ja. Tijd dat jij een keer terug wat, een beetje tijd voor jezelf gaat nemen. Dus dat is ook omdat je gedachten daar rond veranderen en je energie volgt op de gedachten ook weer. Dat is dan weer in mijn laatste boek dat ik meer spreek over geneeskunde of geneeskunst met een grote K, is eigenlijk energetische geneeskunde. Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, hè, want dat vind ik ook een super boeiend onderwerp. Maar misschien om nog even terug te komen op burn-out, want er komt steeds meer burn-out op de werkvloer voor. Heb je de indruk dat dat vooral komt doordat we gewoon steeds meer onder stress staan, chronische stress? Of gaat het er ook over dat we gewoon die vervulling niet vinden in wat we doen? Dat we eigenlijk een job uitvoeren, maar dat het niet echt in lijn is met ja, wat dat ons hart of ons diepste zelf zou willen doen. Absoluut. Ja. Ja, zeker en vast. Ja, vervulling is eigenlijk... Ik vind dat ook heel mooi, dat woord dat je zegt. Want je kunt dat langs twee kanten bekijken. Vervulling van jezelf is... In de negatieve kant gaan mensen effectief de leegte die ze voelen, gaan ze vullen met... Ja. Overdadig eten. Ze gaan zich vullen met alcohol, met rook. Mensen hebben een rookgordijn. Hoe kun je nu zien als je een rookgordijn voor je ogen hebt? Of als je in hogere sferen bent door... En wil ik niet zeggen dat dat allemaal niet mag, maar we maskeren onszelf en we vullen onszelf met negatief of met zaken die er eigenlijk niet toe doen. Zoals ook... we gaan, als we ons slecht voelen, we gaan nog gauw die pil gaan kopen in de winkel. Dat is allemaal kortstondig geluk. Dat leidt niet echt tot contentment. Echt content zijn. Hoe dan ook, met een keer naar buiten te kijken. De lucht is blauw en de zon schijnt. Dus dat vullen is u vullen met externe zaken. Waarvan je denkt dat u dat dan gaat in de diepte vervullen. Terwijl vervulling... is echt het uzelf voeden. Voeden met dingen die u, die u echt uw ziel, en dat is dan weer holistisch, en die uw ziel echt gaan blij maken. Het is veel meer, het gaat veel meer over uw essentie. En om te weten te komen, wie ben ik en wat zijn mijn behoeftes? Wat gaat mij effectief vervullen? En dus dat is effectief zo dat er is natuurlijk heel veel stress. Je dient bijna op een ander planeet te wonen om te zien dat er hier op planeet Aarde geen stress zou zijn. Ja. En soms dienen we echt een hele andere kant uit te gaan dan waar dat we in zaten. Of we kunnen diezelfde job gaan doen, maar in een andere omgeving. Ik zeg ook altijd, en dat stond trouwens in een van mijn eerste boeken, denk ik. If the flower doesn't bloom, you fix the environment and not the flower. Mm-hmm. Dus je gaat... Dat is heel mooi. En je kunt altijd zo... Ja, je kunt nog wel doen wat je doet, maar gewoon vanuit een andere... Hoe zou ik het zeggen? Vanuit meer een stilte van, of van het weten wie dat je bent. En dan hoef je niet zo veel meer rekening te houden of te voldoen. Aan de verwachtingen van andere mensen. Als je echt weet wie dat je bent, kun je zeggen van oké, jij denkt daar zo over en ik denk er op die manier over. Ja. En soms dienen we gewoon zelf weg te gaan ergens. En dat is natuurlijk, dat vergt wel wat moed. Ja. Zelf weggaan uit de job die niet meer bij je past. En het kan wel goed geweest zijn dat die job wel supergoed was voor toen. Maar op dit moment past die job niet meer echt bij jou. Of op dit moment is die relatie niet meer vervullend. En natuurlijk is het
Allee, goed om niet altijd naar een andere te kijken of die job heeft mij ongelukkig gemaakt of die partner heeft mij ongelukkig gemaakt, maar echt te gaan kijken van oké, wat kan ik zelf veranderen binnen mezelf? En dan gaan er andere relaties ontstaan, gaat er plots in één keer een jobaanbieding komen. En dan is het ook nog vaak te zien van hoe diep zijn die patronen aangepakt of ga je gewoon van de ene slechte relatie in de andere slechte relatie. Ja. Dat moet natuurlijk. Dus als je een quick fix doet, dan zie je heel vaak dat mensen na x aantal tijd opnieuw dicht bij die burn-out Ja. terugkomen, meerdere keren dat hebben. Omdat het onderliggende patroon niet wordt doorbroken of aangepast. Ja, en dus dat is ook iets waar dat we natuurlijk moeten voor bedacht zijn. Dat is ook oké. Je mag daar ook met mildheid naar kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar ook met nog 9 minuten was ook een extra job erbij. En ik voelde ook aan alles. Ik begon te vallen en ziek te worden. Dat ook gewoon veel te veel weer was. Maar je doet dat zo graag. Je ziet je co-partners zo graag dat je dat echt wel wilt doen. Maar eigenlijk in essentie, als je echt durft eerlijk kijken naar je ziel, moet ook toegeven van kijk, misschien ja, past dat dan ook misschien niet 100%. Is dat dan weer te veel voor jou? Dus dat please-gedrag is wel iets dat terugkomt natuurlijk. Ook omdat je één die passie hebt, hè. Je hebt die passie en je hebt niet die kennis om die grenzen echt te zetten, omdat je dat nooit geleerd hebt. Dus het is eigenlijk slechte gewoontes afleren en goede gewoontes aanleren. In het boek van nog 9 minuten schreef ik ook van, ja, bestaat er een school waar je kan afleren? Dat zouden we ook. Er zijn zoveel dingen die onbewust aan ons kinderen doorgegeven zijn. Ook op school is dat zo belangrijk welk type onderwijs dat je kiest voor je kinderen. Soms worden er ook dingen gezegd dat je denkt, maar allee, wat zeg jij nu? Dus, maar goed, iedereen ja, opereert vanuit zijn eigen bewustzijn natuurlijk. Hè? Dus ja. Inderdaad, en het is belangrijk om daar vanuit mildheid naar te kijken. Maar voor iedereen die nu luistert en zegt van ik heb hulp nodig, kan je bij jou terecht, want jij verwijst ook door. Ja, Of zit je heel al met belangrijk. Dat we een dat patiënt? dan meteen uit de wereld helpen. Want ik heb vooral ook beseft dat je op een half uur of een uur. Soms zie ik nog mensen inderdaad die zeggen: ik heb alles al gedaan en overal geweest. En please, ik heb je boek gelezen. Mag ik alsjeblieft bij je komen? En dan zeg ik, weet wat, we gaan dat een keer eenmalig bekijken. Ik zie dan meestal waar het dan rond draait. En dan geef ik een stappenplan mee. Dat ik zeg van, kijk, ga naar die therapeut. Die hypnose- of RTT-coach gaat u helpen. Die familieopstelling gaat u helpen. Dat voedingssupplement kunt je nemen. Daar kunt je een bloedanalyse doen. Dus ik ben meer eigenlijk de doorverwijzer geworden. Want als ik nu zeg terug van, oké, kom maar. Ja, Dan stopt het niet, ja. Dat gaat eigenlijk niet. En ik vind dat heel erg, want met mijn arts zou ik dat allemaal willen doen. Maar ik doe nu vooral eigenlijk medicinale retraites, waar dat mensen ook 4 dagen of 5 dagen of een week echt in de diepte, in die stilte. Ze krijgen alles aangeboden om gezien te worden. En er kan echt een klik komen dan. Ik zeg niet dat het allemaal opgelost is. Maar in eerste instantie denk ik dat het belangrijk is dat mensen geloofd worden. Dus ik vind het zo belangrijk om aan de mensen te zeggen, ik begrijp u. En ik snap echt dat je moe bent. En we gaan ervoor zorgen dat je een tijd kunt thuisblijven. En ik zal er alles aan doen om de controlearts ook te zeggen van, kijk, die persoon heeft echt tijd nodig. Dat is niet een paar dagjes. Dat is niet 1 week. Dat is niet 2 weken. Dat is minstens 2 à 3 maanden. In die 2 à 3 maanden is dat net zoals een telefoon. Je kunt je natuurlijk, als die plat is, daar leggen, maar je gaat niet opgeladen worden. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen ook beseffen dat ze zelf dienen, na die acute fase waar mensen extreem, extreem vermoeid zijn, dat ze dan zelf ook dienen dingen te gaan veranderen binnen zichzelf. En mijn coach aan de slag gaan, die gespecialiseerd is in burn-out. En
Dus allee, in dat opzicht hebben we ook natuurlijk die nog 9 minuten meditatietool ontworpen. Om Ja. daar gewoon al in stil te komen en tijd nemen voor jezelf. Is eigenlijk al iets moois en dat is gratis. Hè? Soms Ja. denk je dan, ja, maar dat is vrij duurdere tijden. Er zijn ook, ik doe ook dagretraites. Weekend, week. Ik stuur ook de mensen door. Er zijn gratis tools. Maar belangrijk is dat ze één geloofd worden, dat ze thuis kunnen blijven, even in die acute fase. Dat in de acute fase klassieke medicatie zeker ook een plaats heeft, maar heel kortstondig. Ja. En dan dat er natuurlijk naar een natuurlijker alternatief wordt gegaan. Allee, Ja. dat is wel heel belangrijk. Toen dat ik als arts echt compleet tegen de grond zat en niet meer wist van welk hout pijlen maken, Ja. dan ben ik zelf ook naar een arts gegaan. En uiteindelijk, na x aantal keer, zei hij ook van, kijk, dit zijn nu uw voedingssupplementen en dit moet je tot het einde van je leven nemen, anders gaat je nooit uit een burn-out geraken. Alright. Ik denk het niet. Heb ik Nee. toen echt wel gezegd van, dat kan niet. Ten eerste kost dat ontzettend veel geld, voedingssupplementen. Ik ben nu ook een beetje tegen mijn eigen ding aan het spreken, maar ik wil echt dat de mensen in diepte, dat is echt zodanig bij mezelf ook veranderd, in de diepte kunnen genezen. Dus één, dat kost heel veel geld. En ten tweede, ja, wie zegt dat je tegen al die voedingssupplementen kunt? Ja. Want als je natuurlijk als arts, wat je wilt natuurlijk de mens genezen, hij zegt neem dan een keer en dan een keer en dan een keer en dan een keer, klassiek, is dat al vaak een vraagteken van kunnen mensen daartegen? In tweede instantie, voedingssupplementen, ja, als je hetzelfde doet, maar gewoon met een natuurlijker alternatief, ja, wat is uiteindelijk het verschil? Nee. Alleen gaat een arts daar goed bij varen en de farmacie of de voedingssupplementen business. Het wordt Ja. dan ook bijna een business. En daar heb ik wel echt ten stelligste gekozen om dat, ook dat straatje te verlaten. Omdat je het echt op een andere manier kan doen. En Ja. natuurlijk, als jij zegt, ja, maar nee, er is onderliggende angst en ik wil echt mijn job opnieuw blijven uitvoeren. Of ik wil bij die partner gaan die mij misschien af en toe vernedert. Hè. Soms hoort ook mensen van, ja, maar mijn man, als ze niet rookt, als ze niet drinkt, of als ze Ja. niet, dan is ze een fantastische man. Maar het kan net zijn dat in die fase, ja, waarom zou je dat laten doen? Waarom zou je iemand u, ook al is dat maar even, u laten vernederen, bij wijze van spreken? Dus het is echt bewust kiezen voor jezelf. En waarin kan je daar zelf ook je verantwoordelijkheid in nemen? Ja. Die stilte, en dan gaan we ook meer naar yoga en meditatie, is echt ook een hele belangrijke. En Ja. ik zeg niet dat die klassieke medicatie niet kortstondig kan werken, want je dient dat te zien als een bedelaar, als die een echt extreem honger heeft en die zegt, mijn kind heeft geen eten, ja, dan geef je die eten, hè, en dan kan die even voort. Ja. Nadien gaat je zeggen van, ja, maar wacht eens even. Ik ga je geld geven en dan ga je zelf, kun jij iets gaan kopen. En dan in de derde fase leert je hoe dat de mensen kunnen zelf weer geld maken en creëren. Ja. Dus zie je, dat is zo, in het begin als mensen echt, ja, gewoon daar liggen down, hè, of, en daar zijn niet zo vaak mensen, het is vaak net ervoor, hè, net ervoor. Ja. Dus dan worden er heel veel voedingssupplementen en die komen zo met een ganse zak bij mij. Hier, kijk, ik wilde dan een keer kinesiologisch uittesten. Ja. Dan zeg ik al, oh my god, ja, smijt me al een helft weg. Ja. Want dat is ook weer dan een maskering van onderliggende zaken. Ja. En dat brengt ons eigenlijk heel mooi bij jouw laatste boek, Word je eigen dokter, over hoe dat je eigenlijk je gezondheid een beetje weer in eigen handen kan nemen door te gaan kijken van wat zit er hier nu onder de symptomen. Dat kan emotioneel zijn, dat kan mentaal zijn, dat kan puur fysiek zijn. Maar wat ik heel mooi vond in jouw boek, is dat je alles aan bod laat. Niet alleen het klassieke, dan de natuurlijke geneeswijzen, maar dan ook de holistische benadering van bijvoorbeeld, ik heb rugpijn. Wilt dat zeggen dat ik te veel lasten meedraag?
Dat er te veel in mijn rugzak zit, om maar één voorbeeld te geven. Je geeft in het boek een lijst van veel voorkomende klachten waar heel veel mensen last van hebben, met dus die mogelijke oorzaken. En kunnen we misschien een paar voorbeelden overlopen? Want ik denk dat dat heel nuttig kan zijn. Natuurlijk vind je heel veel informatie in het boek. Dus als je alles wil weten, word je eigen dokter van Jutta Borms. Maar misschien, ik denk nu aan deze tijd van het jaar, griep. Wat kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn? Want wat is griep? Het gaat je eigenlijk bijna gaan verplichten om tot rust te komen, om even een pauze te nemen. Zit dat er vaak onder, dat mensen eigenlijk over hun grenzen gaan en dan krijgen ze griep? Ja. Dat eigenlijk een signaal is van nu is het echt tijd om rust te nemen? Recent nog meegemaakt, trouwens. Dus het was ook even voor mij teken, stop. En Ja. zelfs mijn dokter, die in 12 jaar nog nooit een medicament ingenomen had, was ook ziek met griep. Ja. Dus ja, griep is absoluut... Ja, je kunt ook echt niks meer. Hè. Ik heb ook 5 dagen met koorts in bed gelegen. Nu, er was ook nog RSV bij, dus we hadden 2. En misschien zelfs corona, nog 3 dingen erbovenop gekregen. Dus het was echt van, oké, stop hè, mannetjes. Dus ik denk dat ja, griep is bijna altijd echt zo, stop. Gewoon even tot rust komen. En dan merk je ook vaak dat mensen in paniek schieten, want ja, ze kunnen niet. En ik snap dat ook echt wel, hè. Als je in een job zit en je moet voort en je hebt griep en er is een deadline hier of een deadline daar. Maar dan dient je de vraag te stellen van, nu als dat eenmalig is, gaan mensen vaak achteraf, nadat ze ziek geweest zijn en daar ook wel wat introspectie rond gedaan hebben, gaan ze zeggen van ja, goh, ik moest eigenlijk echt wel een keer rusten. Maar nadien zit je vaak datzelfde patroon zich herhaalt en beginnen mensen weer heel hard te werken totdat ze nog een keer ziek zijn of ze nemen medicatie. Dus mijn ervaring en wat ik geleerd heb in heel dat ziek zijn proces is dat eigenlijk, en ik ga je nu iets straf zeggen, dat eigenlijk elke vorm van ziek zijn een signaal is om te vertragen. En om misschien eens eventjes te stoppen en een keer even te kijken naar uw leven op alle mogelijke vlakken. Want ik zeg het, burn-out, het is een multifactorieel verhaal. Hè? Het is effectief zoals holistisch, hè, dat je kijkt naar het mentale, het fysieke aspect, het emotionele aspect en ook de ziel. En dat is iets... Wat is de ziel? Dus dan gaan we meer naar energetische geneeskunde. Wat is uw essentie? En dus die patronen, die dienen ook aangepakt te worden. En patronen ziet, je kunt nu zeggen, maar alleen de griep. Hè? Of als ik mijn been breek. Eigenlijk kun je bijna, bij elk ziektebeeld, kun je bijna gaan zeggen van, kijk, je breekt niet zomaar je been. Want je kunt nu niet meer letterlijk vooruit. Hey. Wat zorgt ervoor dat je niet meer vooruit kunt? En zo kun je eigenlijk naar alles gaan kijken. Het is zo mooi. Ik heb dat eigenlijk, dat inzicht gekregen door alles te gaan bekijken als een spiegel. En ook ziektebeelden als een spiegel. Of hoe gaan de mensen spreken? Alles is energie. Ja. De woorden waarmee dat ze bij mij komen is superbelangrijk. Hoe dat hun gelaatsuitdrukking is. Hoe dat ze spreken met hun handen. Je kunt eigenlijk alles bekijken. Hoe staan hun ogen? Ziet je een waas en ziet je echt verdrietige ogen? Of ziet je daar iemand in met glanzende ogen, maar die gewoon misschien effectief nu even pech gehad heeft? Ja. Het gaat vooral, de ziektebeelden zijn vooral over chronische zaken. En in dat opzicht is griep daar een beetje een buitenbeentje in. Want griep is iets heel acuut. Ja. En dat is echt, nu gaat het echt. Maar als we dan kijken naar ervoor, dan kunnen we wel al zeggen van, ja, eigenlijk had ik al kleine signaaltjes voordat je griep kreeg. En natuurlijk, ja, in de winter is de kans groter dat je griep krijgt dan in de zomer. Alhoewel dat vaak mensen in de zomer een buikgriep krijgen. Ja. Het is ook een signaal om te stoppen. Maar in de zomer is er al vaak wat meer tijd. Er is al een keer een vakantie voorzien. Maar in de winter,
Als we eigenlijk met het natuurlijk ritme zouden kunnen meegaan, namelijk winterslaap, dan beginnen wij nog meer te werken, hè? En dan moeten we ook nog een keer een kerstboom. We moeten ook nog een keer dinertjes gaan forceren met iedereen. Zelf inkopen doen, bovenop al uw ander werk. En de kinderen hebben ook nog een keer proefjes of examen. Ze moeten ook nog een keer cadeautjes kopen. Dus allee, dat is... Eigenlijk is dat compleet... Ja, de omgekeerde wereld. Ja. En dan worden mensen soms echt gewoon tak stilgelegd om En te rusten. wat ik ook hoor, en ik, waar veel mensen tegenaan lopen, is enerzijds dus burn-out, maar anderzijds ook slaaploosheid. Dat je zegt van, ik ben eigenlijk heel moe, maar ik kan niet slapen. Wat is jouw bevinding daarbij van... Heeft dat te maken met zodanig overstress dat heel dat systeem uit balans is? Gaat het ook over dat we niet voldoende buiten komen? Dat we dus niet voldoende natuurlijk licht hebben om onze hormonen en ons dag- en nachtritme goed te laten werken? Absoluut. Het is ook, ja, het is ook weer die combinatie van al die patronen samen. Maar natuurlijk stress en je zorgen maken. Het is vooral mentaal en emotioneel. Ja. Blijven we met dingen malen in ons hoofd als we gaan slapen. Ook vaak mensen die alleen zijn, die hebben geen uitlaatklep, kunnen een keer niet daarover praten. Wat ik vooral gezien heb, is dat daar vaak onderliggende angsten zitten bij een chronisch slapeloosheidspatroon. Diep gewortelde angsten. Zelfs mensen die eigenlijk vroeger ooit een keer iets hebben meegemaakt. Dus dat zouden we dan in RTT of in hypnosesessies kunnen naar boven halen. Trouwens, hypnose. Ik dacht altijd dat je zo bij hypnose, bij zo'n oude grijze man terechtkwam in een voos grijs kamertje. En dan op ergens in een zetel moest gaan liggen. En je Ja. wist niet wat er gebeurde. Ze konden nu even goed uitkleden. Ja. Dat zal ik ook al even uit de wereld halen. RTT en hypnose is een prachtige tool om eigenlijk op 1 uur, 2 uur tijd met een goede coach daar naar de diepte van bepaalde oorzaken te komen. Het is magisch, net zoals bij familieopstellingen, magisch hoe dat dan eigenlijk ja, bijna naar boven komt. En dat je het Ja. gewoon vastnemen en bekijken. Dus met die hypnose is dat zeker het geval. Dat is niet zo gevaarlijk als dat de meeste mensen denken. Nee, het is niet de man die je gaat laten rondlopen als een kip of zo. Nee. Op Maar een podium. Dat zit soms in uw gedachten. Bij mij was dat Ja. echt... Dat speelde heel sterk mee, waardoor dat ik dat eigenlijk altijd afwimpelde. Ja, Dat ja, kwam ja. af en toe wel zo op mijn pad door patiënten die daarover spraken. Maar goed, dus... hypnose is een hele mooie tool om zo dingen aan te pakken. En dus slapeloosheid zou kunnen eventueel met familieopstellingen, met RTT, met gedragspatronen nakijken... gezocht worden naar de echte oorzaak. Ja. Ik denk, allee, als we het niet te ver willen zoeken in diepgewortelde angsten, want dan gaan de mensen denken van oei, 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 ik moet hier van alles gaan doen en dat is onoverkomelijk. Nee, Ja. absoluut niet. Kijk al een keer hoe dat uw avondritueel is. En nu bijvoorbeeld een simpele... een keer gewoon 20 minuutjes schoenen aantrekken en wandelen. Ja. Een keer een podcast opzetten of een meditatie. En zo een uurken of 1,5 uur voordat je gaat slapen. Ik maak vaak zelf die fout, hè, dat ik zo tot laat nog ergens een deadline voor een column of een artikel maak. En dan denk ik, allee, en nu ga ik slapen. Hè. En dat je dan ook 's nachts wakker wordt en er zit van alles in je hoofd te spelen. Ja. De moment dat ik zelf een yogales woensdagavond geef, dan slaap ik lekker een blok. Dus dat is voor mezelf als yoga-teacher heel, heel duidelijk. Ja. Dat is een mooi ritueel aan de mensen aanleren. En ik denk, als je echt chronisch niet slaapt, dan dient je echt te gaan een keer even ja, tot stilstand te komen en te gaan kijken van, ja, maar wacht eens even. Allee. Want vaak is het zo dat we dat niet doorhebben, hè, dat er zoveel stress is. We hebben het zelf niet door, omdat Nee. we hebben een patroon gecreëerd
Dat is onze gewoonte en dat kader is wat wij normaal vinden. Dus als je bijvoorbeeld ook opgegroeid bent met twee ouders die altijd in die stressmodus zaten, ja, dan is dat je normaal kader. Dus dan denk Ja. je dat het zo moet zijn, hè? Dat klinkt zo herkenbaar. Mijn vader is ook heel gevoelig aan stress. Die stond ook altijd onder stress. Dus ik ben ook opgegroeid met de, ik denk de onderbewuste gedachte of overtuiging, dat is mijn normaal. En als ik niet onder stress sta, als het een keer een beetje rustiger is, oei oei. Ja, ik ga maar zorgen dat ik hier nog een extra taak en nog een project erbij gooi, want ik zou toch wel een keer in rust kunnen gaan en dat voelt precies oncomfortabel. Dus Ja, en dan mocht je ook niet vergeten dat daar financieel ook dingen aan gelinkt zijn. Want de keren dat mijn ouders ook bijvoorbeeld zeiden van, of andere mensen, dat ik over vertellen, je gaat zout op je patatten niet verdienen of kun je wel rondkomen. En ja, je moet zien dat je voldoende werk hebt, want hoe ga je dat betalen? Ja, er is altijd zo'n tekort bijna in de overtuiging geweest ook. Hè? Want de mensen, postoorlog of een beetje die generatie daarna, die leefden eigenlijk in crisis. Hè? Ik herinner mij dat nog. En mijn ouders die zeiden, ja, vanaf nu is het crisis, dus we gaan het met minder moeten doen. Ah ja, als kind is dat beangstigend. En uiteindelijk was alles ongeveer hetzelfde gebleven, maar als kind is dat eigenlijk enorm... Ja, een bedreiging bijna van oei, ga ik dan nog genoeg hebben? Terwijl het eigenlijk alleen overvloed genoeg was. En dat is vaak, we hebben vaak overvloed en er is dan nog het gevoel van tekort. Ja. Hoeveel heb je nodig, hè? Ja, dat is waar. Ja, dat is dat ook, hè? Hoe groot moet dat huis zijn en hoe groot moet die een nieuwe auto zijn? Absoluut, Ja. absoluut. Als ik zie, ik woon hier nu in een tiny house, bijna in een chaletje. Oh, En leuk. ik heb zicht op een meer en ik ben de gelukkigste mens ter wereld. En ik zou ook Ja. nooit meer... Ik heb nu terug een huurhuis dat ik huur voor de yoga. En iedereen zegt, maar ga je dan daar niet wonen? Maar nee, ik woon echt graag waar ik woon. Ik ben blij. Het is veel minder werk. Ik kan al een keer naar buiten gaan. Ik heb tijd. En Ja. mensen zetten zich vaak zo vast. Maar dat is ook de overtuiging van... Het moest ook allemaal groot zijn en als dokter. Hè? Ja. Dat ego is echt zo gemaakt, hè, door omstandigheden. En we zijn dat uiteindelijk zelf gaan geloven dat dat belangrijk is. En zeker in België, een baksteen in ons maag. Als we geen groot huis kopen, dan hebben we het niet Ja, gemaakt. ja, Ja. ja, ja. Ja. Dat was ook, hè. Toen ik ook van mijn groter huis met alles erop en eraan naar dat klein. Oeh, amai, het is toch wel erg gesteld. Hè? Ze heeft toch wel laten gevallen. Ja, op dat moment was ik ook... We hadden de marginaliteit terechtkomen. Ik dacht, ja, maar ik kan een keer 's avonds gaan rolschaatsen aan de paarden. Hè? Ja. En jullie zitten nog rekeningen te tellen of misschien... Het is allemaal, ja, het is allemaal zo relatief, hè. Is dat ook niet zo'n beetje die... Allee, ik ben nu nog maar 36, maar toch wel ergens dat midlife-gevoel van, is dit het nu? En toch beginnen beseffen dat de waarden waar dat je zo hard voor aan het werken was, dat dat vaak vanuit een angst is, een angst voor tekort, het financiële, krijg ik goedkeuring van de buitenwereld, in plaats van, maar wat maakt mij nu eigenlijk gelukkig dag na dag? Is dan meer tijd voor mezelf, vrijheid, tijd in de natuur. In plaats van ook alleen een groot huis, dat mag en dat kan allemaal, maar het komt ook veel bij kijken. En dat is iets waar ik nu echt wel in die fase zit van wat is nu eigenlijk het belangrijkste in het leven? Maar dat is mooi dat je op jonge leeftijd, want uiteindelijk 36, ik was al een pak ouder, hè, dat ik dat eigenlijk tot dat besef kwam. Dus wat dat jij je nu vraagt, is bij mij 10, 15 jaar later. En dat is eigenlijk, dat is dus echt, ik ben zo blij dat je dat aanhaalt, want dat is de essentie van ook van gezondheid. Van duurzame gezondheid. Want als je die dingen ook gaat zien en als je effectief zegt van wat heb ik nodig? En dat kan anders zijn dan iemand anders. En inderdaad, je hebt gezegd, je mag een groot huis hebben en alles erop en eraan. Maar ik merk toch ook vaak bij vrienden
dat die ook zeggen van ja, er komt toch veel bij kijken. Of die zitten dan echt in een heel andere fase, die daar dan ook geen gehoor willen naar hebben. En dat is ook oké. Maar de mensen die zich echt zo beginnen vragen te stellen en de midlife crisis, die nu bij de nieuwe tijd kinderen ook, hè, dus onze kinderen of jouw toekomstige kinderen, gaan ook nieuwe tijdskinderen, bewuste kinderen zijn, die komen veel sneller daarmee in contact als die ouders daar ook al mee in contact gekomen zijn. Dat is zo mooi. Ik zie dat ook aan mijn dochter, dat die heel bewust ook in het leven staat en dat ze ook ziet van, kijk, maar wat maakt mij gelukkig? En uiteindelijk, dat is het belangrijkste. En niet zozeer wat er van hen verwacht wordt. En wat zijn uw behoeftes in het leven? En dat is voor iedereen uniek en verschillend. En dat is zo mooi, want ik denk altijd, uw fysieke gezondheid volgt ook een beetje op uw mentale, emotionele gezondheid. En het gaat wederzijds beïnvloeden. En dan kunnen we natuurlijk verder gaan, want ja, we zijn niet ons lichaam, we zijn, hoezo dan? Maar dan kom je naar de kern van holistische geneeskunde, van wie we zijn. Ja. En we noemen dat de midlife crisis, maar ik vind dat eigenlijk een midlife openbaring. Dat is echt een openbaring. Dus, dat is weer typisch in onze maatschappij, dat dan een crisis wordt genoemd. In voilà. Plaats van een soort wakker worden of bewust worden. Ja. Het is echt wakker worden. Het is echt kijken. Wie ben ik? Wat wil ik doen? En dan gaat de gezondheid vanzelf volgen. En niet omgekeerd. Maar het begint vaak met fysieke symptomen. Ja. En dan kan je ofwel kiezen van, ik wil de quick fix, geef me hier een pilleken. Of dokter, los het voor mij op. Ofwel ga je naar binnen keren en denken, oei, maar wat gebeurt er hier nu eigenlijk? En waarom loop ik keer op keer tegen dat symptoom aan? Waarom heb ik nu weer al last van rugpijn of wat dan ook? Wat zit eronder? Ja, absoluut. Het is echt, in essentie, draait holistische geneeskunde om. Het vergt dat je echt eerlijk gaat kijken. Het vergt veel eerlijkheid en heel veel bewustzijn. En dat is iets wat we ook niet geleerd hebben, hè? Nee. Dus natuurlijk ben ik voorstander om in de scholen, daar is eigenlijk daar elk kind zou bijna verplichte literatuur, word je eigen dokter of word wie je bent, dienen te krijgen in een vak. Als ik zie ook in de geneeskunde, dat dan nog altijd zo'n, een oud rigide systeem is waarbij het lichaam nog altijd zo fel verheerlijkt wordt ook. En op een piedestal gezet wordt. Het is zo belangrijk om die vier kaders, dat fundament dat in de holistische geneeskunde zo belangrijk is, om dat fundament te gaan onderzoeken met eerlijkheid en met bewustzijn. Het zou zo mooi zijn als dat in de toekomst, in plaats van alleen maar om dat lichaam draait, dat die kennis over, we hebben de ziel, we hebben de geest, we hebben het lichaam. En we hebben verschillende lichamen ook, subtiele lichamen. Onze energie is ook afhankelijk van ons energetische lichaam. Als er daar meer over zou geweten zijn, gesproken worden. Maar ik vind dat zelf ook ergens een uitdaging, omdat je al heel snel wordt bekeken van, ja, een spirituele guru of een kwakzalver. Dus ja, ik denk dat er nog werk aan de winkel is. Ja, dat is zeker zo. Maar, en inderdaad, hè, je dient altijd, en ook hier in België denk ik, zo wat op te letten wat je uitspreekt. Het is zonde, want het is meer en meer toch, er is een ander soort bewustzijn gekomen. En echt meer en meer mensen staan daarvoor open. En ik denk dat het aan de generatie is dan na jullie generatie. om in grote getallen dat meer en meer te gaan verspreiden. Ja. Verspreiden. Natuurlijk is het geen gemakkelijk gegeven, omdat in de geneeskundeopleiding is daar praktisch geen
Ja, geen ruimte voor. Nee. Dus degenen die afgestudeerd worden, zijn al dan, hè, we zijn dan al 6, 27 jaar. Terwijl eigenlijk moest je van in het begin in je opleiding daar ook al mee te maken krijgen en daar echt ook ruimte voor krijgen. Ja, Ja. dan begint zich dat te verspreiden en 1 plus 1 is 3 dan, hè. Dus, Ja. Ik merk dat wel dat is... er nieuwe initiatieven ontstaan als het gaat over onderwijs, maar het is misschien een oproep aan iedereen die zich aangesproken voelt. Ja, ik denk dat er echt dat nu het moment er is om er verandering in te brengen. Niet alleen in de geneeskunde, maar op heel veel vlakken zelf al van in de kleuterklas, bij wijze van spreken. Nu, ik zie dat we hier al lang aan het babbelen zijn en ik wil jouw We kunnen tijd daar nog ook lang over praten. misschien om af te ronden nog een paar vragen om een beetje op een persoonlijke noot te eindigen, want het was eigenlijk al een heel persoonlijk verhaal. Dan wil ik zeker ook nog jouw boek Word je eigen dokter. Ik mag dat niet vergeten, want we mogen een exemplaar weggeven. Dus zo meteen daar meer over. Maar die paar vragen om af te ronden. Jij bent dagelijks bezig met meditatie, met yoga, met een heel bewust persoon. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Ja, dat is een mooie vraag en ik heb daar ook even over nagedacht, al op voorhand. Ja. Spiritualiteit is voor mij eigenlijk het leven. Dus dat is niet zozeer wat dat veel mensen denken. Spiritualiteit is iets zweverig, het is naast je schoenen of boven je schoenen gaan lopen. Spiritualiteit is echt wakker zijn en het leven gaan bekijken hoe het ook is, met ups en downs. Bewust, het gaat echt over bewustwording. Het Ja. bewustzijn van bewust te zijn, bijna. Awareness of the awareness, wordt ook vaak gezegd. En bijna als getuige gaan kijken Ja. naar je eigen leven. Dat is voor mij eigenlijk in essentie spiritualiteit. Het is ook in essentie energie, in essentie weten dat we allemaal hetzelfde zijn. Er is eenheid. De yoga is daarvan een mooi voorbeeld. Het Sanskriet is yoga, yogi, unite, eenheid. Jij bent ik en ik ben jij. Ja. En ja, spiritualiteit is non-dualiteit. Is eigenlijk voorbij het. Het is iets is goed of iets is slecht. Iets is. Iets is ja, zoals de nacht en de dag, zoals alle duale zaken, dat je dat spiritueel gaat bekijken in eenheid. Ik denk dat dat de uitdaging is, want hier op aarde hebben we die dualiteit nodig om ook te creëren en te manifesteren. Ja. Maar om daar bovenuit te stijgen, dat is voor mij ook een uitdaging persoonlijk, maar doet mij enorm denken aan Eckhart Tolle, De kracht van het nu, waarbij dat hij ook zegt van, en dat was voor mij misschien wel een heel belangrijke stap in dat bewustzijnsproces, omdat ik een enorme piekeraar was vroeger. Altijd bezig in mijn hoofd. Ik maakte mij over van alles en nog wat zorgen. En het is eigenlijk dankzij ook het boek van Eckhart Tolle te lezen dat ik heb beseft van, ja, maar wacht, die gedachten kloppen die wel, zijn die wel waar? En dat je precies uit je gedachten stapt om dan te kijken van, maar wat gaat er nu eigenlijk allemaal door je hoofd en wat brengt jou dat? Dus inderdaad bijna getuige worden, hè? Getuige Ja. van wat je doet, hoe je handelt enzovoort. Ja. Dat Nu, is mooi. als Ja. het over voeding gaat, we gaan even terug naar je kindertijd. Had je zo een lievelingsgerecht of lievelingsgerechten? Bijvoorbeeld, het was je verjaardag en je mocht kiezen wat dat er op tafel kwam. Had je daar voorkeuren? Spaghetti. Spaghetti, kip met frietjes. Ja, zoals elk kind, denk ik, hè. Het Ja. was zo geen kind dat echt... We waren wel met de pollepel zo wat, mijn ouders waren zelf ook met gezondheid enorm bezig. Die hadden ook een Ja. gezondheidsprogramma, trouwens, op televisie. Doe Maar mee. En Tilligin, ja, absoluut.
Dus die hebben mij dat wel een beetje met de pollepel ingegeven. Maar ja, zoals elk kind, denk ik, hè, zo frietjes en ik met appelmoes en Ja. spaghetti. Bij mij was het ook spaghetti, pizza en kip met kroketjes. Voilà. Dat zal Ja. ongeveer hetzelfde zijn. En was er iets dat je echt niet lustte? Ja, eigenlijk alle witte groenten lustte Oké. ik niet. Bloemkool, Op dat moment venkel. geen bloemkool, geen schorseneren, geen witloof, geen asperges, witte asperges. Ja. Ik eet nu echt wel alles, maar ik denk dat vooral alle dingen die bitter waren. Ja. Dat wou ik eigenlijk niet zo graag als kind. Ik was een heel erg zoete bekje altijd. Ja. Dus zoete dingen en nog steeds. Dan nu nog steeds, want dat is een vraag die ik vaak krijg met de feestdagen of als je dan op reis gaat bijvoorbeeld of op restaurant, wat bestel je dan? Wat eet je dan graag? Kies je dan voor het meest gezonde, omdat je zegt van daar haal ik meest energie uit? Of zeg je van nee, op dat moment ben ik een echte Bourgondier en bestel ik mijn steak met frietjes. Nee, dat zit er niet meer in. Moet Nee. ik heel eerlijk zijn. Ik moet ook zeggen dat dat is echt een heel proces geweest ook. Voedingsgewijs. En ik herinner mij dat ze in de yogales zeiden van op het einde van de yoga, yogaopleiding, dan zal je wel vegetarisch zijn of vegan. En ik zei, no way, mijn stuk vlees ga ik nooit opgeven. Dus Ja. dat was meer vanuit de rebellie. Maar ik moest eigenlijk toegeven dat ik op het einde van die yogaopleiding, en hoe meer ik yoga doe, hoe minder zin ik heb in vlees. Ja. En dat is ook een beetje vanuit een etenstandpunt, denk ik dan. Doe nooit andere levende wezens bewust pijn. Ja. Dus dat is echt wel zo gegroeid dat je dat bijna niet meer kunt eten op een of andere manier. Dus ik ben ook totaal niet Bourgondisch. Ik ben heel ascetisch. Oké. Was het grote ergernis van mijn ex-partners. Die zeiden, als je Jutta gewoon een wortel geeft, dan is ze content. Ja. dus ja, als ik dan eens op restaurant ga, wat niet zo vaak meer gebeurt, want door corona ben ik eigenlijk zelf nog meer beginnen koken. Ik heb jouw Ja. prachtige kookboeken van ook van mijn vorige vriend cadeau gekregen. Ah, leuk. Waarschijnlijk was er toen al liefjes gemanifesteerd dat we misschien ooit iets gingen samen doen. Maar dus ik ben echt meer en meer in voeding, ook en met Pascal Naast is ook geïnteresseerd geraakt. En dat is echt een proces geweest. En als ik op restaurant ga, dan vind ik het heel fijn om zo, ja, vegan, plantaardig te eten. Ik eet heel gezond eigenlijk. Ja. Dat is ook geen moeite meer voor mij. Omdat ik ook weet, als ik gezond eet, ga ik daar echt veel energie van krijgen. Want als je Ja. natuurlijk een burn-out gehad hebt, dan kun je je bijna niet meer permitteren om ongezond te leven. Omdat dat gewoon met je systeem niet meer Nee. afstemt. En ik Nee, dat denk, is waar. als kind bijvoorbeeld al, of als jonge adolescent op 17, 18 jaar, dan weet ik nog dat mijn papa altijd zei van, geef ons Jutake maar een glaasje wijn. Want dan heb ik een glaasje wijn meer, omdat ik dat eigenlijk nooit uitdronk. Ja. En ik heb mezelf eigenlijk altijd geforceerd om alcohol te drinken, omdat mijn partners dat dronken. En ja, je werd ook vaak zo uitgelachen, hè, de nief als je dat niet deed. Dus Ja. ik dat maar allemaal mee. Maar eigenlijk op een gegeven moment, ook toen dat ik al in een burn-out zat en Merel geboren werd, kon ik eigenlijk niet meer uit mijn bed 's morgens als ik 's avonds een glas wijn dronk. Dus ik heb dat Ja. echt moeten afzweren. En nu, ondertussen 12 jaar verder, mis ik dat ook niet en ben ik zo dankbaar eigenlijk dat dat dan op die manier gekomen is. Dus ja. Laat ze maar zeggen wat dat ze willen. We zullen wij Ja, wel tante voilà. En eigenlijk, nonnekes dat is zijn. veranderd, want nu gaan mensen zich soms excuseren als ze een glaasje wijn of als ze frietjes bij mij bestellen. Dat ik Ja, zeg, ja, doe zelf maar wat je wilt. Maar ik kies bewust om dat niet te doen. ja. Het verandert ook naarmate hoe dat je daar zelf ook in staat, hè? Ja, dat is waar. Ik proef graag, maar dat mag bij een klein beetje blijven. En dan Voilà. heb ik Ja. mijn goede basis en ja, waar je goed bij voelt. Ja, want bijvoorbeeld een goede spaghetti kan ik ook nog wel van genieten. Maar ik Ja. kan dan bijvoorbeeld glutenvrije pasta nemen.
Of dan ook ja, niet altijd het vlees dan voor Merel apart en voor mij dan gewoon Ja, tomatensaus. heel goed. De laatste vraag, en dan gaan we afronden. Hè. Wat zijn voor jou de drie belangrijkste dingen om je echt goed te voelen elke dag? Heb je zo'n bepaald ritueel dat je zegt van kijk, dat is voor mij heel belangrijk. Dat mag 's ochtends zijn, dat mag overdag zijn, 's avonds. Dingen die voor jou echt essentieel zijn. Voor mij, hè? Voor mij, niet Ja. voor de mensen thuis. Nee, voor jou. Ja, absoluut op nummer 1 meditatie. Ik mediteer alle dagen, ik luister naar meditaties, dat is eigenlijk alle dagen. Ja, yoga doe ik niet alle dagen. Mensen denken altijd dat ik alle dagen op mijn yogamat zit. Dat is niet. Wel vaak, maar toch niet altijd. Wat is dan ook belangrijk? Mijn 2 glazen water 's morgens. Oké. Die dat ik voldoende water drink. Dacht even dat je ging zeggen 2 glazen wijn en dacht oei, toch? Nee. Sowieso water drinken is echt essentieel voor mij. Ik dien echt water te drinken, want ik heb niet altijd een dorstgevoel. En dat is ook gekomen omdat ze thuis ook echt heel weinig dronken. Ja. En ik heb dat echt mezelf moeten aanleren om terug te drinken. Of thee natuurlijk ook. En wat is nog belangrijk? Ja, toch, ik denk toch ook voedings, hè. Ja. Ja. Voeding, omdat dat, ja, je bent ook wat je eet. Ik moet het dan nu niet zeggen. Als ik gezond eet van 's morgens al. En dat is ook eigenlijk een vorm van zelfzorg en zelfliefde. Dus ik denk zo, toch een beetje zo, al was het maar 5 à 10 minuten, als je echt een hele drukke dag hebt, toch zo iets doen alleen voor jezelf. Ja, dat is Dat, mooi. ja. Daarmee gaan we deze ontzettend boeiende aflevering afronden. Want ik wil niet nog meer van je tijd in beslag nemen. Maar voor iedereen die luistert of kijkt, we mogen een exemplaar van je boek Word je eigen dokter weggeven. Ik zal alle details daarover, over de wedstrijd, ook toevoegen op de blog. Via julieslifestyle.com vind je alle details. En Jutta heeft ook ondertussen een heel mooie nieuwe website. En dat is www.dr van dokter, drjutta.com. Maar ik zal alles ook gewoon toevoegen in de blogpost bij deze aflevering. Jutta, ik wil je enorm bedanken voor dit leuke gesprek. Ik had het gevoel dat we enorm op dezelfde golflengte zaten. En ja, ik hoop dat er nog heel veel mooie dingen op je pad mogen komen. En wie weet, doe ooit nog een keer iets samen. Het zou fijn zijn, hè? Dankjewel. Dankjewel, Julie, voor de uitnodiging ook. Wat Heel een heel graag fijn gedaan. gesprek. Heel graag gedaan. En Dank lieve luisteraar of kijker, ik hoop dat je dit een boeiende aflevering vond. Als je nog met vragen zit, opmerkingen, dingen die bij jou naar boven gekomen zijn, laat het me zeker ook weten. Je kan mij een mailtje sturen via info@julieslifestyle.com of laat gewoon een berichtje na op de blog via social. Je vindt mij via verschillende kanalen. Heel erg bedankt voor het luisteren en kijken en tot de volgende.